3FM. Zo'n 2 weken geleden hadden wij een verrassing voor onze lieve stagiair Martijn Cardol. En Martijn die loopt nu ongeveer 2 maanden stage bij de Koen en Sander Show. En wij hebben heel veel aan hem te danken. Het is een schat van een jongen die ook nog wat kan. Ja. Tot zover de complimentjes. Maar we hebben hem ingeschreven voor de stagiair van het jaar. En wat denk je? Hij zit bij de laatste 5. En aan de lijn hebben wij nu stagiair Martijn Cardol. Dag Sander en Sander. Hi. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, ik sta hier, gespannen, want ik sta hier nu dus in de Bellen van Zuilenzaal. Hier is de uitreiking van de stagiair van het jaarverkiezing. En ik hoor tot die 5 laatste. En ik moet me nu eigenlijk aan de jury, er zit geloof ik een 3-koppige jury, toch? Of is het als 5? 3, hè? Ja. Moet ik me gaan presenteren? Dat gaat door middel van een aantal vragen die ik moet beantwoorden. En zullen we beginnen? Heel even. Ja? We gaan nu live meemaken hoe jij in een volle zaal. Ja. Met 4 andere finalisten en een 3-koppige jury jezelf gaat presenteren. Nou, 4 andere finalisten, dat had je gedacht. Maar er is eentje is afwezig door. Die is met zijn stage bezig. Dat had ik ook kunnen doen. Maar, dus die wint eigenlijk al, want die is met zijn stage bezig. Ja. Eigenlijk is hij het beste bezig, zo zou je kunnen zeggen. En eentje is ziek, dus we staan hier met z'n 3. Oh, okay. 33% kans nog. Ik ben niet alleen de beste stagiair, denk ik, van Hilversum. Ik ben ook de beste stagiair van Utrecht. En ik denk, om even met de woorden van Ivonie te spreken, ik maak, denk ik, met mijn stage het programma tot een unaniem belachelijk groot succes. Ja, met een grap eruit. Ja hoor. Zometeen de uitslag, Martijn. Toi to toi en dankjewel. Ja, tot straks dan. Tot straks. Hou je haaks. Doei doei. Hoi hoi. Gaan wij terugkomen op onze grote kleine man, of onze kleine grote man. Martijn, onze stagiair, een half uur geleden hoorden wij hem tekeer gaan in het Utrechtse. Hoe hij zichzelf goed als stagiair op de kaart zette. Natuurlijk in het kader van de verkiezing stagiair van het jaar. En Martijn... Ja. Oh, wat, hoe vond je het zelf gaan? Het ging lekker volgens mij. Ik had het idee dat ik wel de jury goed mee had ook. Maar het hoge woord is eruit. En wat is... Nee. Wat zeg jij me nou? Het is Joost. En wat doet Joost? Ja, geen idee. Martijn, je hebt het nou moeten afleggen ook tegen een of andere Joost van nu.nl. Oh. Ik hoop niet dat dit later in je leven nog tegen je gebruikt gaat worden. Nee. Nou ja, we weten het niet. Ik zei iets waar de lucht op te zijn. Ja, maar, ik hoor het. Ik kan wel janken. Eigenlijk ben jij de Joop Zoetemelk van de Koen en Sander Show. Ja. Ja. Maar ik werd het goed gemaakt, Martijn. Het is wel van Nederland. Ik sta wel in de Champions League van de stagiairwedstrijd. Maar het is wel toch bij de hand ook van die juryleden, hè? Daarom. Er komen er 2 niet opdagen en nog... Ik wil niet rankeneus zijn hoor, maar wie zijn zij? En het schijnt dat Joost een neefje is van een van die juryvoorzitters. Serieus? Ja. Oh, daar ga ik zo even in. Ik zag ze samen in de sauna zitten. Echt waar? Ja. Ja, kijk, daar ga je al. Daar ga je al. Ja, dat soort dingen. Dat doe ik gewoon niet. Wij moeten afronden, Martijn. Ja, je weet hoe radio werkt. Het kan allemaal niet te lang duren. Ja. Nee. Misschien is dat net ook waar het fout ging. Maar ik weet het wel goed gemaakt, Martijn. Als je er morgen gewoon om 6:15 bent, dan ben je gewoon nog steeds welkom. Ja. Oké, doei. En als je dan moet je wel 198 uur lang koffie halen voor ons. Ja, precies, maar dat gaan we lukken hoor. Maar even zonder dolle, Martijn. Wat ook de uitslag was, voor ons ben jij een winnaar en ben je echt de stagiair van het jaar. Nou, wat lief. Nee hoor.